prachtige paas, balverlies van Thijs, de snelle stiel van Bakko, die de bal vroeg, maar speelde de Zeeuwen Lecomte en dat ging fout. Meteen de eerste score is. Prachtige pas hier van Schreuder naar de hoek. En nu wel een drie punten taboe. Ja, maar de Duitsers zijn heel goed balverlies georganiseerd. Is balverlies nummer 5, ja. Denk ik, Pascal. En Schreuder. België die de verdediging ja, toch wat dichter op elkaar zet. Ja. Nice, goede paas. In deze shotpoging van Obasohan. Daar komt Thijs. Wanger. Oh, goeie paas. Schitterend afgelegd. Oeh, en die mist. En die gaat aan. Frans Wagner. Goh, die gaat en daar nog kan men aflossen. Ja, heel moeilijke avond voor Manu Lecomte hier. Wagner even uit het oog verloren en dan krijg je dit net. In die eerste helft, hier van de 12 Belgische assists, gaan we voor zijn rekening. En weer zo'n mooie creatie van Wagner. En aan de Belgen blijven de bal en man bewegen. Daar is Blijenberg opnieuw. En de aanvallende fout, ja, Frans Blijenberg. Moeilijk dit, maar Blijenberg die de bal nog kan recupereren. Max de Zeeuw zoeken en geblokt. En Senkvelder hier nu. Ja. Bal terug naar Wagner, die tegen hem mee mag gaan ongewerkt. Dat is geen cadeau. Maar slim gespeeld van Wagner. Ja. Nee. Ook Thijs terug. Wagner. De bal naar buiten. Senkvelder geïsoleerd voor een bom. En dan 80. Eén time-out voor België, 2 voor Duitsland. 81. Oh, schitterend. Wagner. Oh. En de bom.